Nummer 3. Nou, wat ik veel voorbij zie komen zijn Funko-poppen. Ja, de Funko-poppen inderdaad. Ja. Die zien we regelmatig. Funko-poppen, en wat zijn dat dan voor poppen? Ja, dat zijn poppen, die zijn ongeveer zo groot. En die hebben een heel groot hoofd. En eigenlijk, wat je ermee kan, je zet ze neer. Het is ter decoratie. En het is van iedere serie. Je hebt ze van Marvel, je hebt ze van series. Wat wij vroeger hadden met die... Met die voetbalpopjes in Spanje, met een WK of een EK... dat heb je nu met Funko-poppen. Die zie je heel veel voorbij komen. En dat zijn dus eigenlijk gewoon poppetjes met een heel groot hoofd? Ja. Ik zou zeggen, zoek het eens op internet. Je ziet Michael kijken zo van, wat is dit allemaal? Ja, ik zit denk toch net in een iets andere doelgroep nog. Nou, dat misschien bij nummer 2. Ja. Nummer 2, dat zijn de Squishmallows. De Squishmallows? Ja, toch, Piet, wat is dat ook alweer precies? Ja... Hoe leggen we dat nou uit, Sinterklaas? Ja, doe een poging. Doe een poging, ja. Ik zal mijn best doen, Sinterklaas. Het is ook weer een poppetje. En vooral lekker om in te knijpen tegen de stress. Ah, de squeeze van lekker... Juist. En dan gaat dat poppetje, dat hoofd, gaat dan alle vormen krijgt het. En... Ja, het voelt heel relaxed. Je wordt er helemaal zen van. Eigenlijk een soort stressbal voor kinderen, om het zo te zeggen. Nou ja, zo zou je het kunnen noemen. De kinderen in Nederland zijn wel gek op poppen, heb ik het idee. Nou, inderdaad. We hebben het liefst heel veel poppen. Ja. Nou ja, staat er dan ook een pop op nummer? Nummer 1! Op nummer 1 staat... Een knuffelpop. Stitch is wat we het meest voorbij horen komen dit jaar. Dat is wel echt heel veel, hè, dit jaar, Piet. Ik heb zoveel Stitchen in staan pakken. Echt, echt. En dat is van de film, toch? Van Lilo en Stitch? Ja, is daar dan een nieuwe versie van? Top. Of is dat in één keer weer via TikTok of wat dan ook... is dat weer populair geworden of zo? Ineens kregen we allemaal lijstjes binnen. Allerlei verlanglijstjes. En zo allemaal stitch. Jaren niet gehad. En ineens is hij er weer. Nou ja, dus, zo kan het gaan. Zo gaat dat inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld Lego en zo is ook nog steeds wel heel erg populair, hoor. Ja, Leemobiel en Duplo. Noem het maar op. Ja. Het is eigenlijk zo moeilijk om een top 3 te maken. Zeker. Ja, er is een top 3, maar eigenlijk... je zou bij wijze van een top 100 kunnen maken. Ja, sowieso.